Otto. Komt naar binnen. Vindt Van Neno. Verlengen tot bij Van den Boogaard. Nou, 3-4 man aan de box van Westerlo. Gaat naar Heijmans. Daar is Van den Boogaard met de kans. De tackle. Heijmans van de lijn gekeerd. Door Van den Berg. Gevaarlijkste actie van de partij tot nu toe. Net voor het kwartier. Pieter Maat. Met een bombo. Otto voor de neus van een bombo. Pieter Maat. Nee, het is de jongen deze keer. Plakka. Nou, probeerde niets spectaculairs. Nee, het was een bombo. Sorry. Moet je niet vergissen. Tussen de twee Afrikaanse jongens van Beerschot Willerijk. Van den Boogaard. Kiest de lange bal. Swinkels met naastes in de rug. Oeh, hoe leidt dat balverlies tegen de Keulaar. Daar is de kans voor Heijmans. Geen vierde goal voor hem. Daan Heijmans had hier de kans om Westerlo op voorsprong te brengen. En daar komt hij. En een goede redding van Romo. Of het stond nog een keer 0-1. Bal wel centraal in het doel. Osagwa. Balcontrole oké. Okay. Weg van Van den Berg. En het schot. En opnieuw een parade nodig van Rafa Romo. En zo versterkt Westerlo mijn conclusie. Maas. Nee, bal afgeslagen. De jongen. Met rechts maar terug naar voren. Hier is Plakka. Met de kans Plakka. Bal blijft steken onder de poep van Koen van Langendonk. Ja, het had zomaar gekund. Spelers, bestuur en medewerkers van Beerschot Willerijk. En wij maken een